Hartelijk welkom bij Apelijns Got Talent. Hoe is het nu met? We zijn vandaag in Hengelo bij Theatercafé De Cactus. En zo dadelijk komen de oud-winnaars van de Apelijns Got Talent Show hier naartoe om te vertellen hoe het met ze gaat en wat ze de afgelopen periode gedaan hebben. Maar allereerst heb ik een verrassing. Want naast mij staat Tante Sjaan. Oh, Kaatje, ik ben zo blij dat ik hier ben. Kijk het toch in de mooie Hengelo. En eindelijk weer voor zo'n mooi café. Dan kan ik mijn piketades hier eindelijk weer eens drinken. Gezellig. Eindelijk kunnen we weer wat doen. Dat is zo'n lange tijd, Tante Sjaan. Fantastisch. Ik heb zo'n zin in al die talenten van Apelijns Got Talent. Gaan we ook nog een auditie doen dit jaar? Dat gaan we zeker doen. Maar daar ga ik u straks wat meer over vertellen. Eerst gaan we kijken en genieten van de deelnemers van de Apelijns Got Talent Show. Kijk, daar komt Matthijs Oude Vrieling. Oh, kijk nou, daar komt-ie! Oh, wat leuk! Ja! Het ziet er mooi uit! Matthijs Oude Vrieling, ja. Welkom vandaag! Hartstikke goed dat je er bent! Oud winnaar van de Apelijns Got Talent Show. Heb je er zin in? Ik heb echt zin. Ik heb echt super veel zin in. Goed zo, wij ook. We zijn ook heel benieuwd wat jij hebt meegenomen. Ja. Heel benieuwd! Ik ben zo nieuwsgierig! Oh, zullen we naar binnen laten gaan? Ja, ga maar lekker naar binnen. Ja, ga maar doen. Tot zo, hè! Tot zo! Doeg, Matthijs! Dat is jou. Dat meen ik, want alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Hé, hey Matthijs, wat leuk om je te zien. Blijf jij maar liggen naar in je bed. Matthijs. Wat ik zeggen wil is kort, maar ik meen het. Oh, het is Sanneborger. Oh, kijk, als je hebt een beker bij zich. Sanne, wat leuk dat je er bent. Welkom, en je hebt een beker meegenomen. Oh, en wat heb je een lekker kleurtje, meid. Ja. Gezellig! Ja, heerlijk! Nou, kind, ga gauw naar binnen toe! Ga ik naar binnen! Zo zien! Hè? Ja, helemaal goed! Doei, Sanne! Lekker hier zitten, Matthijs! Met je rokken zwaaien, dan zei ik in lichte laaien, dan noemt men temperament. Wil je met me trouwen, zal ik een villa bouwen, nee, dan zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. Een vrijgezel die gaat pas slapen, als hij alle sterren heeft gezien. Hallo Sanne, wat leuk om jou weer te zien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt pas fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen. Ach, lieverd, wat fijn dat je er bent. Kijk, toch met de prachtige nagels. Wauw. Oh, heb je dat zelf gedaan? Ja. Och, heerlijk. Nou ja, het is toch gewoon een ster. Kijk, wat goed ze straalt. De ster van 2019 heb jij meegedaan. Weet je, 2,5 jaar geleden heb jij meegedaan. En toen was jij de winnares. Ja. En dat was de laatste keer. Kind, we gaan de laatste keer. Ik wil van je gaan genieten. Simpel en gelukkig maar. Oh, oh, oh. Gezellig. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn dag, het je ogen? Dag, wat leuk om je te zien. Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Hallo Manuela, jij is mag het hier je gaan zitten hoor. Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen? Voor geen dag. Wat hebben we een ontzettend leuke groep. Oh, ik vind het geweldig en ik heb er zoveel zin in. Kom, we gaan naar binnen. Ja, kom naar binnen. En wij gaan straks kijken hoe het met onze talenten gaat. Of ze nog kunnen zingen. Genieten. Tot zo. Hartelijk welkom bij Apelijns Got Talent. Hoe is het nu met? We zijn hier nu binnen in de Cactus in Hengelo. Hartstikke leuk. De jury is binnen.
En de deelnemers zijn binnen de oud-winnaars. En de jury allereerst, onze eigen oude vertrouwde heren Sokkies. Hans en René, het is fijn dat jullie er zijn. Heel lang geleden, 2,5 jaar. Jullie gaan niet jureren vandaag, maar jullie gaan natuurlijk genieten van de deelnemers. En we willen horen wat jullie ervan vinden. Fijn, welkom. En natuurlijk ons hoofdjurylid, Ellen Rauhoff. Je bent altijd wel een beetje streng als hoofdjurylid, hè? En vanavond hoef je niet streng te zijn. Je mag genieten. Fijn dat je er bent. En natuurlijk tante Sjaan uit de Jordaan. Ook u hebben we lang niet gezien. En dan beginnen we natuurlijk met Matthijs, want jij zit hier als eerste. Vertel eens Matthijs, hoe is het met je? Ja, met mij gaat het echt supergoed. Hartstikke goed. Dan ben ik ook benieuwd of jullie nog een beetje hebben gezongen. En Sanne, dan wil ik eigenlijk eerst even naar jou vragen. Hoe is het met jou? Ja, goed. Hé, maar ik ben een beetje benieuwd. Hoe is het eigenlijk voor jou om altijd mee te doen aan die Avelijns Got Talent Shows? Hoe was dat? Wat vind je daar zo mooi aan? Nou, daar voel ik me heel fijn bij. Want als ik thuis ben, dan wil ik eigenlijk ook heel graag met je onder de mensen zijn. En nieuwe vrienden maken. En voor alles een beetje lekker zelf mijn ding doen. En kijken wat er gaat worden met de shows. Maar heb jij dan nieuwe vrienden gemaakt met de talentshows? Ja, ik heb wel nieuwe vrienden waarmee ik wel contact heb zo af en toe. Maar ook bij de musical natuurlijk. Dus ik probeer altijd wel de weg in te vinden, hoe leuk dat ook is. Nou, hartstikke goed. En heb jij ook zin om te zingen? Want wij zijn eigenlijk wel benieuwd. Ja, zeker. Ik ga voor jullie zingen. Ga jij voor ons zingen? Ik zou zeggen, loop lekker naar het podium. En dan gaan wij van jou genieten. Sanne Borger. Als de stormen waaien in je hoofd, niemand doet wat hij je had beloofd, dan hou ik je vast tot jij gelooft, hoeveel ik van je. Als het nacht is en de lucht trekt dicht, laat ik jou zien in het volle licht. Als ik de tranen kus van jouw gezicht, hoeveel ik van je hou. Sok, weet je nog dat ze altijd van die musical liedjes hebben, van die grote gebaren? En nu staat ze daar. En dat is zo klein en zo gevoelig. Heerlijk. Maar als de vlam die maar niet doven kan, ben ik er en ik zal er altijd zijn. Als je denkt dat niemand jou herkent en je nooit aan deze wereld bent, dan hou ik je vast tot je. Ik kan wel zien dat Sanne heel veel aandacht besteedt aan haar optredens en dat ze dat heel veel veroefent. Live gezongen, Sanne Borger, dank je wel. En ik ga eventjes naar Manuela Zenge hier naast mij. Manuela, hoe is het met je? Vertel eens. Met mij gaat het goed. Ik ben er nog en ik zing nog steeds. Ja. Heel goed. Heb jij in coronatijd, ben je blijven zingen? Ja, ik ben altijd blijven zingen en het blijft ook zo. Ja. Goed zo. Ik ben een beetje benieuwd, want hoe is het nou voor jou om meer te doen met die talentshow? Want in 2019 was jij de grote winnares. Hoe was dat? Dat was de mooiste ervaring in mijn hele leven. En ik had het niet eens verwacht dat ik de eerste prijs had gewonnen. Het was wel een mooie ervaring. Fantastisch. Ik was erbij natuurlijk en het was ook een mooie ervaring.
Waar ik ook benieuwd naar ben is, dan hebben wij de jury, de sokkies, tante Sjaan en Ellen. Hoe is dat nou? Zijn ze streng? Ben je dan zenuwachtig? Nee, ik vind ze echt heel aardig. En ze zijn net als families van mij, dus het kan gewoon voor mij. Heb jij nog mensen ontmoet doordat je meedoet met die talentshows? Want daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb Da Sol Band ontmoet. Ze waren heel geweldig en ze blijven geweldig. En ik heb ook Tanja ontmoet. Dat is de songcoach van Afrolijn God's Talent. En ik heb ook jou ontmoet, de presentator. Het is echt heel geweldig. En iedereen om me heen. Dus ik heb gewoon heel veel mensen ontmoet. Het is geweldig. En jij hebt ook nog meegezongen met het gospelkoor. Met een echt gospelkoor in het Wilming Theater bij de Christmas Night, toch? Want dat heb ik ook gezien. Ja, klopt. Maar dan heb je toch ongelooflijk veel gedaan. Ja, ja. Fantastisch. Heb je zin om te gaan zingen? Dat hoef je mij niet te vragen, maar ik heb er heel veel zin in. Ja, want dat heb jij heel lang niet meer gedaan op een groot podium, hè? Nee, nee. Hij is even lekker van jou gaan genieten. En ik denk dat de jury ook ongelooflijk graag van jou wil genieten. Is goed, ja. Zet hem op. Veel succes. Wauw, lang geleden. My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. Maybe he don't dress right, but I don't really mind. 'Cause what he does, he puts me there. I just wanna cheer. Let's hit it from the boy. Let's give a boy a hand, yeah. Let's hit it for my baby. You know you gotta understand, yeah. Oh, maybe he's no Romeo, but he's my love in one measure. Oh, 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 let's hit it from the bar. Dus een keer wat anders als Whitney Houston. Het is toch geweldig. Ze kan echt alles, die meid. Het is toch zo knap wat ze doet. My baby may not be lit. He's watching every time. But he loves me, loves me, loves me. We always have a real good time. And maybe he sings off key, but that's alright by me, yeah. 'Cause what he does so well, makes me wanna yell. Let's hit it from the bar. Let's give a boy a hand, yeah. Let's hit it for my baby. You know you gotta understand. Ja, maar dat is het echt niet. Maar het is echt een super talent. But he's my love in one measure. Oh, 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 let's hit it from the bar. Dankjewel, dank je. Manuela Zenge, helemaal live gezongen. En we gaan even naar Matthijs. Matthijs Oude Vrielink. Ook een winnaar van de talentshows. Maar jij hebt al heel vaak gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet wel dat ik zelfs 3 keren al gewonnen heb. Ja, want jij bent heel lang geleden, in 2015, begonnen in de groep blauw. Want we hebben 3 verschillende groepen. We hebben groep geel, daar playbacken alle deelnemers. En we hebben groep blauw, daar zingen ze mee met de band. En we hebben de live groep, dat zijn de mensen die helemaal live zingen. En jij bent begonnen in blauw, dus je hebt meegezongen, daarna in rood, helemaal live. Wat vind jij zo mooi aan de talentshow? Nou, dat zal ik René vertellen. Ja, dat vond ik echt zo mooi, van, ja, dat je echt zo mooi op het podium staat. Vol met het publiek en dat je mooi van je eigen nummers mocht zien. En vond ik echt heel erg bijzonder. Maar nu ga jij ook weer optreden. En wil je dan ook weer meedoen met de audities volgende maand? Ik wel, ja. En ik ga daar sowieso weer aan meedoen dit jaar. Dat vind ik gewoon veel te leuk. Dat
dat snap ik. Maar ik ben wel benieuwd, en dan moeten we de jury maar eens gaan vragen, of ze dan ook strenger worden als je vaker hebt gewonnen. Wat denk jij? Ik denk het dat ze wel aan hun gewend zijn. Dus ik weet wel hoe dat gaat. Nou heb jij 2,5 jaar niet meer echt op een podium kunnen staan. Dat kon niemand, want het was corona. Nou hebben we hier in Theatercafé De Cactus een heel mooi podium. En dan mag jij daar zo meteen weer op gaan staan. Wat vind je daarvan? Janheid vind ik echt een geweldig als ik dat zie. Daar hou ik gewoon van. Zullen we dat dan maar gauw gaan doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, daar gaan we naar voor. Nou, dan gaan we nu genieten van Matthijs Oudevrielink. Ik ben Kabouter Pop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Mijn naam is Peppel, ik praat. En ik ben lul, ik slaap als morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik heb een klus, ik knutsel dat zo graag. Ik knutsel vlug en als je wil, knutsel ik wel traag. Heel leuk, mee fluiten! Fluiten! Ik word daar zo moe van fluiten! Dat is nu niet belangrijk, luidje! Fluit maar! Toe lui, fluit dan! Kom nu dan, jongen! Ja, goed dan! Plopper de Plop! Zijn tekst is altijd top! Nou, doe mij dan maar een rolletje erop! Ik hou van plopkoek en ik pak hem alle dagen. Wie de verproeven wil, die moet hem maar naar vragen. Ik hou van dansen en ook veel van muziek. En ik vind het altijd een feestje. Ja, als Matthijs op het podium staat, dan weet je dat het goed is en dat het leuk is. Hij kan dat zo goed, echt geweldig. Als ik spreek, dan vlieg ik die twee dingen naar omhoog. Jou niks, Pip. Op je fluiten, net als handen drukken. Wil jij ook wel eens op een podium staan? Kun jij playbacken, zingen, dansen of iets anders heel erg goed? Of ben je een goede DJ? Of kun je goochelen? Of 10 tellen op je handen staan? Of een bal omhoog houden? Mag dat ook? Ja, tuurlijk! Alles mag. Dus wij zijn benieuwd naar jouw talent. Heb je zin om mee te doen met Avelijns Got Talent? Meld je dan aan voor de audities op 23 en 25 februari via avelijn.nl/evenementen. Tot dan, 23 februari! Doei!